Hey Gers, je had het net in je laatste stukje had het over een jaar geleden, hè? Mm-hmm. Ja, klopt. Wat was het een jaar geleden, man? Ja, weet ik niet, man. Volgens mij zat ik thuis of zo, weet ik veel, te chillen. Ja. En ja, niet dan knallen. Hey, maar even zonder gekheid, dit moet wel iets met je doen. Ja, tuurlijk doet het wel iets met je. Maar ja, het is wat te relativeren nog steeds, weet je wel. Ja. Ben je een andere gast geworden al? Nee. Nee? Nee? Ik denk het niet. Hé, hey, maar als je nou gewoon even terugkijkt een jaar geleden en nu, wat is nou precies gewoon in jouw leven helemaal veranderd? Wat is nou echt helemaal anders geworden? Ja, dat ik het gewoon heel druk heb, zeg maar. En dat ik alleen maar met muziek bezig ben of zo. Ja, ja. Hey, en als ik nu naar al die mensen kijk, gewoon iedereen gaat los, iedereen schreeuwt je naam, iedereen wordt helemaal gek. Wat is nog de next level? Wat kun je nog doen? Ja, wat er allemaal nog komen gaat. En heb je een kleine preview? Nou, ik ben wel bezig met nieuwe muziek schrijven ook en zo. Dus, maar wel een beetje dezelfde stilo? Ja, en misschien wat vernieuwende dingen, want ik hou ook wel een beetje van vernieuwen. Je nu in één keer een soort Marco Borsato gaat worden? Nee, dat kan niet. Dat kan niet, oké. Okay. Nee. Hey, dankjewel man, je moet door. Oké. Okay.